Het heeft een hele tijd geduurd, maar nu kun je eindelijk het zeggen. Je bent Spartaan. Nou, van harte gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Ja, het heeft inderdaad bloed, zweet en tranen gekost. Maar ja, uiteindelijk is het deal rond. En ben ik heel blij om hier eindelijk officieel te kunnen aansluiten. Want wanneer wist jij dat het nagenoeg rond zou zijn? En wanneer was het ook daadwerkelijk zo dat je zeker wist dat je Spartaan zou worden? Nou, ik dacht vorige week al dat het rond zou komen. Maar toen heeft het toch nog een hele tijd aangesleept. En is het toch pas gisteren eigenlijk of vandaag zelfs officieel rondgeraakt. Dus het was een hele tijd even in onduidelijkheid. Maar ja, uiteindelijk is het toch goed gekomen. Heb je getwijfeld of het wel zou lukken? Ze zeiden altijd wel dat het rond ging komen en er was vertrouwen langs beide kanten dat de deal goed zou aflopen. Alleen ja, dan veranderen er toch nog een paar zaken en dan moet er toch nog wat gekeken worden hoe en wat. Er is heel even twijfel geweest, uiteindelijk denk ik dat het een heel goede deal is en ben ik heel blij dat ik hier kan aansluiten. En ook gewoon voor een hele lange termijn, gewoon voor 3,5 jaar. Ja. Waarom wilde je zo graag voor zo lang ook naar deze club? Het is gewoon een heel mooie club om bij te spelen. Een heel interessante club ook, in de toekomst gericht natuurlijk. Dus als je het goed doet hier, dan maak je ook weer een stap hoger op. Dus in dat opzicht denk ik dat een heel goede deal is. En ik ben heel blij dat ik weer in Nederland kan spelen. Dus Was je op de hoogte? Omdat je natuurlijk, je hebt eerder in Nederland gespeeld, een aantal jaren, niet eens zo heel ver hier vandaan. Maar ook nog eens bij een club zoals NAC, die best wel een goede relatie onderhoudt qua supporters met deze. Was je daarvan op de hoogte toen Sparta zich voor jou meldde? Ik wist het natuurlijk wel, omdat ik met NAC hier in de voorbereiding ook enkele keren heb gespeeld. En de wedstrijden tussen Sparta en NAC waren altijd, heel leuke wedstrijden, met de supporters er ook bij. Dus in dat opzicht wist ik het wel dat de clubs een hele goede relatie hebben. En dat is natuurlijk ook wel leuk dat die band kan behouden worden. Heeft dat op die manier ook nog jouw gevoel bij deze club beïnvloed? Want ik kan me voorstellen dat je in België niet alles van Sparta wist. Maar toch wel veel. Ik bedoel, ik heb hier toch ook heel lange tijd in Nederland geweest. En ik ben het ook wel gewoon blijven volgen, ook Eredivisie. En ik wist dat Sparta wel een club was die heel interessant was. Waar ik ooit wel misschien bij kon spelen. Dus die club zou je altijd wel extra in doog. Dus ik heb het door de jaren heen wel nog gevolgd. En dat zal je afgelopen weekend helemaal sterk gedaan hebben als je tegen Cambuur. Wat viel jou op toen je die wedstrijd keek? Ik denk zoals de rest van het seizoen staat er wel een goed defensief blok. Waardoor er eigenlijk weinig goals worden tegengekregen. Dus ik denk dat opnieuw hetzelfde was. En dat er puntjes zijn die in de truck zetten, die misschien iets beter nog konden. Maar op zich vond ik het wel een prima wedstrijd langs de Sparta-kant. En jammer dat niet 3 punten zijn, maar 1 puntje. Maar dat is toch weer 1 puntje dichter bij behoud, zeg maar. Zie jij in dat druk zetten een rol voor jou weggelegd? Is dat een speler die jij kan zijn? Inderdaad. Ik denk wel dat een sterk punt is van mij om... om veel meters te maken. Ik denk dat daar een beetje bekend voor sta. Ook in het verleden bij NAC. Heel veel meters maken, druk zetten, tegenstander onder druk zetten. Zowel aanvallend als verdedigend. Dus ik denk dat wel een rol is die bij mij past. En wat me ook opviel toen ik jouw profiel op Transfermarkt bekeek, is dat je ook als verdedigende middenvelder, want je hebt verdedigend en aanvallend gespeeld, maar ook als verdedigende middenvelder bij best wel wat doelpunten betrokken bent. Je kan ze zelf maken, voorbereiden. Is dat ook iets wat jij toe kan? Inderdaad. Ik denk dat een wisselende rol is geweest de afgelopen jaren bij mij. Dus tussen defensief middenveld en aanvallender. Maar ik denk de beste rol ligt daar een beetje tussenin. Als lopende middenvelder, box-to-box speler. Ik denk dat een rol is die op mijn lijf geschreven is en waarvoor ze ook mij hier hebben gehaald. Ben je al een keer in Rotterdam geweest in die periode dat je in Nederland voetbalde? Zeker. Ja. Met de Belgen die we dan bij NAC hadden, kwamen we regelmatig wel eens richting Rotterdam om iets te eten of om de stad te bekijken. Dus het is me niet helemaal onbekend, maar ik denk dat ik nog wel veel te ontdekken heb, ook in Rotterdam.